Waar komen de ringen rond Saturnus vandaan? Dit is de Universiteit van Nederland. In de jaren 70 waren de mensen heel erg optimistisch. We hadden die 6 geslaagde Apollo-missies. Eén was niet helemaal geslaagd, maar wel in termen van dat alle mensen veilig weer terug op aarde kwamen. En de bomen groeien tot in de hemel. Men dacht in de jaren 80 staan we op Mars. En voor het jaar 2000 hebben we een permanent bewoonde maankolonie. Men dacht in die jaren ook, en het negatieve resultaat van de maan heeft daar ook wel een rol in gespeeld, dat we binnen ons zonnestelsel eigenlijk niet moeten gaan denken aan het vinden van buitenaards leven. We zijn nu 40 of 50 jaar verder en de rollen zijn eigenlijk geheel omgedraaid. Maar laat ik allereerst eens aan u vragen, wie denkt er dat er in ons zonnestelsel buiten de aarde bestaand leven is? Geen fossiel leven, maar bestaand. Dat is absoluut niet de meerderheid. En dan ga ik het nog moeilijker maken. Wie denkt dat dat snel gevonden gaat worden? Je bent helemaal alleen. Ik ben daar heel erg optimistisch over. En dat wil ik u in met name dit college, wil ik daar een eerste aanzet toe geven om dat te laten zien. Zoals ik al zei, in de jaren 70 dacht men dat de bemande ruimtevaart een enorme ontwikkeling zou doormaken. Maar als we nu 40 jaar verder zijn, dan zien we eigenlijk dat de bemande ruimtevaart beperkt is gebleven, tot nu toe eigenlijk, tot de aarde. Wat wel een gigantische vlucht heeft gemaakt, is de robotische ruimtevaart. Dus missies naar andere planeten en manen waar geen mensen of geen levende wezens mee meegaan. Maar laat ik allereerst eens even u een beter inzicht geven in het zonnestelsel. In ons zonnestelsel hebben we, zoals ik al eerder misschien zei, 8 planeten. We hebben 4 binnenplaneten, die zijn erg klein, ook heel erg klein getekend hier. Venus, Mercurius, de aarde en Mars. En u ziet daar 2 gigantische bollen. De linker is Jupiter en de rechter met die mooie ringen eromheen, dat is Saturnus. En dat zijn de reuzenplaneten in ons zonnestelsel. Er zijn er 2 die ook nog tot de reuzenplaneten behoren. Die mooie gekleurde bollen aan de rechterkant, Uranus en Neptunus. Maar ik ga het voornamelijk in dit college hebben over Saturnus. En met name ook, dat is de vraag van dit college, waar komen nou toch die ringen vandaan? Het antwoord is niet gevonden door naar die ringen te kijken vanaf de aarde. Het antwoord, of waarvan we denken dat we het antwoord gevonden hebben, is gekomen door ruimtemissies. En de belangrijkste ruimtemissie naar Saturnus van de afgelopen tijd is de Cassini-Huygens-missie. En u ziet hier een artist's impression van een heel belangrijk moment in januari 2005, waarbij de Cassini-missie, dat is die missie waar achter u de planeet ziet, juist de Huygens-probe heeft afgeworpen in de atmosfeer, jawel, de atmosfeer, en dat is de enige atmosfeer van een maan in ons zonnestelsel, van Titan. Titan heeft zelfs een hele grote atmosfeer, een hele dikke atmosfeer, met zelfs een lucht of zelfs een druk aan het oppervlak van iets van 1,5 keer die van de aarde. In het volgende plaatje zien we, dit is nog even Huygens en Cassini. Huygens is erg belangrijk, omdat hij Titan heeft ontdekt in de 17e eeuw. En Cassini is ook van belang, omdat Cassini degene was die ontdekte dat er niet 1 ring was, maar dat er minstens 2 ringen moesten zijn. Dat vond hij al in de 17e eeuw, daarom heet die missie ook de Cassini-Huygens-missie. Maar als we nu naar het volgende plaatje kijken, dan zien we dat Titan, daar had ik het al over gehad, dat het enige maantje is in ons zonnestelsel met een atmosfeer. En het volgende plaatje zien we de landing van de Huygens-probe op Titan. En dit is een waar kunststukje. Sowieso doet het licht er al meer dan een uur over om van Titan ons te bereiken. En van de maan is dat bijvoorbeeld maar 1 seconde. Dus u kunt al nagaan wat een gigantische afstand dat is.
Maar als u ook nog eens keer naar de condities kijkt die op die planeet, op die maan heersen, dan zijn die werkelijk barbaars. Allereerst heb je een temperatuur van 180 graden onder nul, een zeer vijandige atmosfeer en een hoge luchtdruk of een hoge druk. En toch werkte dat apparaat, werkte heel erg goed. En waarom besteed ik daar nou zoveel aandacht aan? Nou, wat niet veel mensen weten, en dat ziet u in het volgende plaatje, is dat Nederlandse ingenieurs hebben meegewerkt aan die Huygensprobe. Het is een van de allergrootste successen. Amerikanen zijn werkelijk diep onder de indruk wat Cassini-Huygens heeft gedaan. En u ziet hier een van de ingenieurs van Fokker Space and Systems in die tijd. Dat is al 15, 20 jaar geleden. Ziet hij juist aan die Huygensprobe werken. Ik denk niet dat veel mensen van u wisten dat Nederlanders daar meegebouwd hebben. Laten we nu even verder kijken. Wat er nog meer is in dat systeem, niet alleen maar Titan, maar er is ook dit merkwaardige maantje. En het is een heel klein maantje. Het is amper iets meer dan 500 kilometer in diameter. Dat wil zeggen, Nederland zou juist inpassen. Heel klein maantje en toch is het heel erg rond. Het is, in werkelijkheid is het ellipsvormig, maar dat ziet u hier niet. Maar het feit dat het erg rond is, betekent dat het inwendige heel erg, nou, vloeibaar misschien niet, maar heel erg zacht moet zijn. U ziet hier ook twee verschillende landschappen. En dat is ook iets wat een planeetwetenschapper direct herkent. Aan de bovenkant ziet u een oud landschap en dat ziet u omdat er heel veel inslagkraters zijn. Als je nou activiteit op dat maantje hebt, dan worden die inslagkraters, die verdwijnen. En dat zien we bijvoorbeeld in het zuidelijke gedeelte van Enceladus, of Enceladus als u wil. Daar ziet u een heel ander merkwaardig iets. En dit is zo merkwaardig dat dit voor het eerst gefotografeerd is in januari 2005 door de Cassini-missie. En dat de mensen bij het vluchtleidingscentrum, bij JPL, echt niet wisten wat dit nou werkelijk weer was. Als je een beetje inzoomt, dan ziet u dat dat een merkwaardig serie van vier grote strepen is. En ze werden door de mensen die het voor het eerst zagen, werden ze tijgerstrepen genoemd. Maar wat het is, kan ik u zeggen, is tot op de dag van vandaag onbekend. Zijn het aliens geweest die dit in dit maantje hebben gekrast of is het een natuurlijke activiteit? Dat is tot nu toe onbekend geweest. Tot nu toe moet ik zeggen, omdat wij denken dat we een hele aardige clue hebben wat het zou kunnen zijn. En om dat te illustreren, misschien even naar het volgende plaatje gaan. Om dat te illustreren moet ik nog een andere meting laten zien, of een andere observatie moet ik zeggen. 2 jaar later was Cassini achter het maantje gevlogen en de zon was aan de andere kant. En toen mat men iets wat ontzettend belangrijk is voor dit college. Namelijk dat uit die tijgerstrepen, dat daar van tijd tot tijd geizers spuiten. En Cassini heeft daar ook doorheen gevlogen en er zit ook een spectrometer aan boord. En met die spectrometer is gevonden dat dat waterijs is, maar niet puur waterijs. Er zitten zouten en allerlei stoffen in, maar het is wel waterijs wat daar uitkomt. Met andere woorden, we zien hier eigenlijk al een eerste hele sterke aanwijzing dat dit dat inwendige van dat maantje, ik heb al op gewezen dat het rond is, dat het tektonische activiteit is, dat het inwendige erg vloeibaar moet zijn. We zien hier al een eerste aanwijzing, en dat was al in 2007 bekend, niet recent zoals sommige mensen denken, dat er waarschijnlijk een waterbekken onder zit. En als je een waterbekken hebt, dan wordt het heel erg interessant om te gaan kijken van heeft zich daar leven kunnen ontwikkelen. Daar ga ik nu niet verder op in, want die geizers zelf, die hebben ook een hele sterke link met de vraag van dit college. Namelijk, waar komen nou die ringen vandaan? En dan moet ik ook nog bijzeggen dat die ringen, als je dat mathematisch fysisch gaat bekijken, zijn verschrikkelijk instabiel. Die zouden er eigenlijk niet meer mogen zijn. Met andere woorden, ze moeten actief onderhouden worden. Hier had men een eerste clue, en dat is prachtig verbeeld hier in deze cartoon, dat waarschijnlijk uit het inwendige van ijsmaantjes in dat systeem materiaal komt, wat uiteindelijk in die ringen terechtkomt.
Maar dat niet alleen. Hoe zit het nou eigenlijk met die tijgerstreeppatronen aan dat oppervlak? Dan ontkom ik er niet aan om toch een stukje fysica te behandelen. Als je kijkt naar de volgende in animatie, dat is een heel eenvoudige animatie. Dat is namelijk dat je vanaf hetzelfde standpunt op aarde elke avond of nacht de maan fotografeert. En als je dat doet met een stabiele camera en u zet al die foto's achter elkaar, dan zult u zien dat de maan ten opzichte van de aarde een beetje wiebelt. Er zijn natuurlijk de schijngestalten, dat kent u, neem ik aan, erg goed. Hè? Nieuwe maan, volle maan, eerste kwartier, laatste kwartier. Daar gaat het mij nou niet zozeer om. Het gaat mij om het schommelen. Ik hoop dat dat zichtbaar is. U ziet dat onze maan een beetje schommelt in het zwaartekrachtsveld van de aarde. Want de camera staat op de aarde. Dat komt nu, dat schommelen, doordat de baan van de maan om de aarde, die is niet perfect ellipsvormig. Maar die heeft een zeker, of niet perfect cirkelvormig, maar die heeft een bepaalde ellipticiteit in het. En dat schudden nu, dat is erg belangrijk bij een mogelijke verklaring waar die tijgerstrepen nu vandaan komen. Wat wij namelijk denken is dat je namelijk een schuddende maan hebt. En ik heb al laten zien dat het heel waarschijnlijk is dat je daar een beperkt waterbekken onder hebt. Onder die, met name die Zuidpool. Niet overal, want in het noorden van, aan de noordelijke helft van Enceladus, zien we namelijk dat het oud terrein is. Je hebt alleen dat jonge terrein in het zuiden. Een beperkt waterbekken wat aan het schudden is. Nou heb ik ook sinds een paar jaar een nevenpositie bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek in Texel. En zoals het gaat, als je ergens gaat werken, dan word je van laboratorium naar laboratorium gesjouwd. En als je het vijfde of zesde laboratorium binnenkomt, dan heb je het eigenlijk wel gezien. En dan ben je erg moe en dan heb je eigenlijk de suggestie van, ja, is er geen borrel? Of, maar dat laatste laboratorium waar mij troonde, dat... Dat gaf me meteen een soort van wauw. Hier heb ik waarschijnlijk iets wat misschien wel eens een begin zou kunnen zijn van die verklaring van Enceladus. Wat doet men namelijk daar bij het NIOS in een van die groepen? Dat is dat men met schutbakken het schudden van met name de Waddenzee ten gevolge van getijdenwerking nabootst. En dat doet men omdat men patronen daarin verwacht waarbij oplossingen, suspensies in het water zich gaan concentreren. Dat heet attractors in het water die ontstaan door getijdenwerking. Men probeert dat te doen zoals u hier ziet in de rechterkant met een schuddende watertank. En wat u aan de linkerkant ziet is met een slierencamera, want het is erg moeilijk om dat met het blote oog te zien, om de patronen te zien. En als je nu kijkt naar de top van die bak, dus dat is een verticale doorsnede die u ziet. En we hebben veel betere simulaties waarbij je een aantal van die patronen naast elkaar ziet. Dan lijkt dit als twee druppels water. Of wat we zien bij Cassini. Want je krijgt namelijk dat bij waar die patronen samenkomen aan het oppervlak, dat die uit elkaar gaan en in elkaar schuiven. Als gevolg van het schudden. En dat lijkt dus heel erg op het schudden van het maantje Enceladus. We zijn daar zo enthousiast over. We hebben dit nog niet gepubliceerd. Ik ga er binnenkort een lezing over geven in de VS. Maar dat we denken dat we hiermee wellicht wel de verklaring hebben gevonden voor dat patroon. En dan kan u ook keurig zelf met een heel eenvoudig experimentje zelf een beetje doen. Als je namelijk een kopje koffie zet. En op het kopje koffie komt, als u dat met een espressoapparaatje doet, een beetje schuim. En als u dat kopje gaat schudden. En het is erg moeilijk om dat hier te doen, heb ik gezien. Maar u kunt dat heel goed zelf een keer proberen. Als je dat langzaam gaat schudden, en u doet dat, moet u echt heel erg voorzichtig doen. Omdat als u het dus te hard doet, en ik zie het hier meteen verschijnen, dan vindt u hetzelfde soort patroon als wat u vindt in die waterbak op Texel. Ja? Het gaat heel eenvoudig als je dat langzaam even schudt. En dan vindt u hetzelfde patroon aan het oppervlak. Met andere woorden, we denken dat we hier wel eens
een heel belangrijke ontdekking hebben gedaan. Namelijk dat er in Enceladus wel degelijk water zit, want anders krijg je dit niet, met een ijslaagje eroverheen, dat is een beetje het schuim, wat aan het schudden is en waardoor die tijgerstreeppatronen aan het oppervlak zich bevinden. Dan hebben we een hele sterke clue dat er water zit onder dat ijslaagje. En dan wordt ook energie in dat systeem gepompt. En als je dan daaronder ook nog eens een keer bouwstoffen en voedingsstoffen hebt, en als het ook nog eens een keer langdurig stabiel is, dan heb je voor zover wij weten alle ingrediënten voor de vorming van leven. Maar dit is misschien niet het ijsmaantje waarbij de condities het beste zijn voor de vorming van leven. Die heb je waarschijnlijk bij een maantje van Jupiter. En daar gaat het volgende college over.